en welkom bij deze nieuwe video. Ik ga het vandaag hebben over de Maybelline Super Stay Foundation. Dit is een vrij nieuwe foundation. Hij is heel betaalbaar. Hij is heel full coverage. Ik heb hem al gezien in een aantal video's. Best wel veel mensen hebben het erover of hadden het erover, want ik ben een klein beetje laat. Dit schijnt een hele goede foundation te zijn, vooral voor de prijs en de volledige dekking. Dus ik dacht, ja, ik ga hem gewoon kopen en ga kijken wat ik ervan vind en er gewoon een video over maken, zodat we samen kunnen gaan kijken wat wij ervan vinden. Iedereen is altijd op zoek naar de perfecte foundation, dus de zoektocht blijft doorgaan. We gaan het gewoon vandaag kijken en we gaan gewoon kijken wat we ervan vinden. Ik ga hem ook echt de hele dag ophouden en dan vanavond weer terugkomen bij jullie om te kijken of hij echt de hele dag goed op mijn gezicht blijft zitten. Dus ben je hier allemaal benieuwd naar, blijf dan gewoon even de video kijken. Nou, daar zit ik dan met niks op mijn gezicht. Obvious, ik heb alleen een dagcreme op. Ik gebruik trouwens nou deze dagcreme van de Lidl. Dit was ook anti-rimpel. Of was dat een nachtcreme? Nee, de nachtcreme was anti-rimpel. Dit was gewoon een hydraterende dagcreme. Iemand zei dat hij heel goed was, dus ik heb hem gewoon gehaald. En ik vind hem tot nu toe ook gewoon goed. Nou, ik heb hier de Super Stay Foundation van Maybelline. Ik heb hem in de kleur 40. Ik heb gewoon een beetje in de winkel een beetje hier gedaan. En ik twijfelde tussen 30 en 40. Maar mijn vriendin heeft dus 30. En zij is wat lichter dan ik. Dus we dachten dat deze wel iets beter zou matchen. Dus ik hoop het, anders heb ik hem voor niks. Heb ik voor niks €15 betaald. Oh nee, hij was in de sale. Ik weet niet of er nu nog sale is, maar er was een sale dat hij 20% eraf, dus ik heb €11 nog iets betaald. Er staat dat dit een full coverage foundation is en hij 24 uur op je gezicht blijft. Nou ken ik helaas niemand die make-up opdoet voor 24 uur, want we moeten gewoon allemaal slapen na een aantal uur. Maar ik ga het wel de hele dag oplaten en dan vanavond terugkomen om te kijken of je het tenminste een fatsoenlijke dag volhoudt. Dit is dus een hele betaalbare full coverage foundation. Full coverage foundations waren vroeger, of ja... Vroeger was het heel zeldzaam om die betaalbaar te hebben. Alle full coverage foundations waren allemaal duur. Waren allemaal van dure make-up merken. En de meer betaalbare make-up merken hadden niet echt full coverage. Die hadden wel foundations, maar niet echt volledig dekkend. Je bleef altijd wel je huid zien. Het was altijd de medium tot lichte dekking. En het is eigenlijk pas de laatste paar jaar dat ze ook met full coverage foundations komen die ook daadwerkelijk goed zijn. Ik heb dus heel veel goede dingen gehoord over deze foundation. Dus ik dacht, ik ga hier gewoon even een video over maken voor jullie. En dan kunnen jullie ook zien of hij goed is. Ik heb de foundation even opgezocht, maar bij de Kruidvat is hij €15. Maar bij bol.com is hij €9,74. Een heel apart bedrag. In ieder geval €10. Dus het scheelt je €5. Maar je moet wel verzending betalen. Dus je komt... even duur uit. Maar mocht je iets willen halen bij bol.com of meerdere dingen, dan kun je ook meteen deze kopen. Dat scheelt je dan wel €5. Maar als je het echt alleen doet voor deze foundation met de verzendkosten erbij, kom je dan eigenlijk even duur uit. En je hebt bij bol.com ook gratis verzending vanaf €20. Dus als je sowieso iets haalt voor €20, haal dan gewoon deze foundation erbij. Want dat scheelt je weer lekker geld. Hier staat een kort uitlegje over waarom deze dus zo goed werkt. De microflex technologie van deze foundation zorgt ervoor dat de formule super elastisch is. Hierdoor is de Super Stay Foundation bestand tegen onder andere warmte, transpiratie, uitdroging, beweging en aanraking. Waar andere make-up en foundations door beweging kunnen gaan brokkelen of uitdrogen, blijft de Super Stay perfect op zijn plek zitten en beweegt de hele dag met je mee. Nou, dat zijn een aantal hele goede claims. Dus zoals ik die lees, zou je ook hiermee gewoon kunnen gaan sporten en zo. Niet dat ik iemand ken die met full coverage foundation gaat sporten, maar mocht jij zo iemand zijn... dan kan dat dus gewoon. Nou, je hebt hem dus in 16 kleuren op de Maybelline website. Maar in de Kruidvat waren er volgens mij niet zoveel kleuren. Volgens mij heb je daar iets minder kleuren. Er staat alleen niet wat voor finish deze heeft op geen enkele website. Dus ik weet niet of hij mat is of dewy of wat hij ook is. Ik gok dat hij mat is. Ik weet niet waarom. Dat is gewoon iets wat ik denk. Zomaar. Maar we will see. Nou, ik heb jullie denk ik wel genoeg informatie gegeven. Nou, laten we hem gewoon op gaan doen. Nou, voordat ik foundation op ga doen, ga ik eerst mijn gezicht primen zoals normaal. Ik gebruik de Hydra Pro Glow van de Kiko. Deze gebruik ik echt heel vaak, dus ik weet hoe die werkt. En als ik een video maak waar ik zo'n soort foundation test, dan doe ik er altijd iets onder wat ik ken. Want als ik nou een primer ga gebruiken die ik niet zo goed ken, dan aan het einde van de dag... als de foundation niet goed is, dan ga ik twijfelen of het toch misschien niet aan de primer ligt. Maar of die dus nou niet werkt, dan weet ik zeker dat het niet aan de primer ligt. Want ik weet dat deze primer heel goed is. Dit is trouwens officieel een dagcreme. Dus ren nou niet naar de Kiko met de vraag, ik zoek een glow primer. Want dan krijg je iets heel anders. Je moet echt vragen om de Hydra Pro Glow. Het is eigenlijk een dagcreme. Maar je kunt hem ook gewoon gebruiken als primer. Hij geeft echt een glow, zoals je wel kunt zien. Nou het spannende moment. We gaan deze opdoen. Hij heeft gelukkig een pompje, dat is fijn. En ik ga hem gewoon aanbrengen met mijn beauty blender, zoals gewoonlijk. Ik breng altijd gewoon een paar stipjes aan op mijn gezicht.
Ik hoop echt dat de kleur goed is, want ik heb echt geen zin om een andere kleur te gaan kopen. Is allemaal weer geldverspilling en zo. Nou, dan ga ik hem gewoon inwerken met de Beauty Blender. Ik zie al dat de kleur volgens mij wel gewoon goed is. Hij blendt ook gewoon fijn in. Hij doet me een beetje denken aan de Estée Double Wear. En het is echt een volledige dekking. Ik zie het al, ik heb weer lekker veel opgedaan, weer lekker te veel. Ik raad aan om iets minder op te doen dan wat ik nou heb gedaan. Nou mensen, ik moet zeggen dat ik tot nu toe tevreden ben. Hij blendt heel makkelijk. Het is, ik denk, een matte finish. Ja, het is wel een matte finish. De kleur is gewoon goed. Zoals ik al zei, hij blendt echt heel makkelijk. Ik hoef maar een paar keer te deppen en eigenlijk is dat goed. Ik ben nou gewoon een beetje extra aan het deppen, gewoon om extra te zijn. Hij dekt ook heel goed. Ik heb helaas nooit echt veel plekjes op mijn gezicht, waardoor ik echt kan laten zien van kijk, hij heeft dit en dit bedekt. Maar ik weet eigenlijk zeker dat als je dat wel hebt, het wordt bedekt. Want ik kan toch wel gewoon zien of hij goed dekt of niet. Ik ben ook gewoon heel blij met de kleur, dat is wel fijn. Dus ja, tot nu toe niks slechts te zeggen. Ik ga me even verder opmaken, kijken hoe de make-up erop gaat zitten en zo. En dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, dan ben ik weer helemaal opgemaakt. Als je benieuwd bent naar deze make-up look, hij staat op mijn Instagram en daar staat gewoon bij wat ik allemaal heb gebruikt. Even vertellen wat ik nou op heb. Ik heb de NYX Soft Matte Lip Cream en de Lippotlood London op. Dus deze twee zijn gewoon een combinatie en die heb ik op. Het is echt een super mooie nude kleurtje. Nou, mijn make-up ging er voor de rest helemaal prima op. Ik heb echt nog niks te klagen over deze foundation. Ik heb een stil vermoeden dat ik hier positief over ga zijn, maar dit kan echt veranderen aan het einde van de dag. We weten nooit. Maar ik hoop echt dat ik hem goed ga vinden. Want ik hou van foundations die full coverage zijn, goedkoop zijn en gewoon goed op mijn gezicht blijven zitten. Tot nu toe heb ik hele goede reviews erover gelezen. Hier en daar toch een iets mindere. Sommige mensen vinden hem toch niet zo fijn. Het verschilt ook echt per huid. Ik heb een vrij makkelijke huid. Mijn huid doet nooit echt te moeilijk. Dus ik hoop dat het gewoon goed zal zijn. Het is nu 4:30. Kijk mijn kat. Dit is Susu. Voor de mensen die mij op Snapchat hebben. Die hebben hem al heel vaak gezien. Je schrijft zijn naam als Sousou. Dus vaak vragen mensen hoe je zijn naam dan zegt. Het is gewoon Susu. En het is geen bijnaam. Zo heet hij gewoon echt. Susu. Nou, ik ga er nou vandoor. Het is vandaag zondag. Het is super mooi weer. Super veel zon. Het is alleen niet heel warm. Het is volgens mij gewoon rond de 1 graden. Maar ik ga denk ik gewoon naar het terras of zo. Ik kijk al wat ik ga doen. Ik heb nog niet echt een planning. En dan kom ik gewoon vanavond bij jullie terug. Tot straks. Nou, daar ben ik weer. Het is nu 9:01. Ik heb jullie gewoon weer meteen ingezoomd. Zodat we goed kunnen kijken naar de foundation. Ik denk dat jullie het ook al wel kunnen zien. Deze foundation is echt een topper. Deze is echt winning. Alle positiviteit hierover. Ik ben het er totaal mee eens. Het zit er gewoon nog op. Alsof ik me net heb opgemaakt. Kijk, voor mij is er nou een hele dag voorbij. Maar voor jullie niet. Dus je kunt letterlijk ook echt de overgang zien. Van toen net en nu. En ja, ik moet toch zeggen, ik zie echt bijna geen verschil. Het is echt, het is ook gewoon mooi mat gebleven. Ik heb ook reviews gezien van meiden met een wat vettigere huid. En bij hun bleef het ook vrijwel mat. Het gaat ook niet in mijn rimpeltjes of zo. Het voelt niet dik aan of zo. Ja, ik heb het gevoel dat mijn make-up er echt gewoon nog op zit zoals het er in het begin op zat. Ik heb wel een beetje bijgewerkt, mijn lippen en mijn blush en zo. Maar mijn foundation is echt toppie. Nou, ik ga hierbij ook gewoon meteen de video afsluiten. Mijn dag is voorbij. Ik ga nou gewoon mijn make-up eraf halen en in bed Netflixen. Ik werk, doe YouTube en ik Netflix. Dat is mijn leven. Ik vind het wel echt zonde om mijn make-up eraf te halen, omdat het nog zo goed zit. Ik wou maar dat ik gewoon kon slapen en dan weer zo kon wakker worden. Want ik moet morgen ook weer vroeg werken, dus ik moet weer vroeg op. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat vind ik altijd leuk. Laat ook een leuke reactie achter wat je vond van de video. Vond je hem leuk? Vond je hem niet leuk? Let me know. Bekijk ook even allemaal andere video's, want ik heb er heel veel. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!